Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag in Spanje. En ja, natuurlijk is hij vorige week gereced. Viel Ferrari uit. Ja, en vandaag niet. Nee, vorige week vielen twee Ferrari motoren uit. Waarvan eentje van het team van Ferrari. Van Leclerc, geen power. We gaan kijken, we hebben 33 rondjes op de klok. Ongeveer een tijd van 44 minuten zouden wij daar volgens de tellingen op los moeten kunnen gooien. Wij hebben 33 rondes en we hebben voor 35 rondes, 35,3 rondes aan benzine. Nou, dat doen we er ietsjes minder. Ik denk dat we voor de bovenste strategie gaan een 2 stop dus. 6 rondjes op de softs, 13 rondjes op de mediums en 14 op nogmaals nieuwe mediums. Dus we gaan kijken hoe en wat. Ik ga niet meer 100% met de soft kunnen rijden. Is ook zeker niet de bedoeling. Het is bij allebei een 2-stop. Alleen bij de ene ga je een rondje met de mediums eerder naar binnen. En ga je op de hards terug. En daar ga je enorm veel tijd in verliezen zoals je ziet. Zijn gekwalificeerd op de eerste plek. Want we doen ook de kwalificatie al sinds de race 2. En dan starten we eigenlijk heel simpel. Schoon nu. Met op een tweede plek Hamilton. Bottas. En Bottas is enorm goed weg. Maar zit Klem achter mij en daarna zit Hamilton. Dus het kan zijn dat Hamilton het hier binnen gaat proberen. Probeert het ook heel even. Ik moet eerlijk zijn, dit is niet mijn favoriete circuit. Aangezien ik hier een beetje gas los moet laten, doe ik altijd op het verkeerde moment. Maar nu, soms laat ik het niet los, soms wel. Ik vind het een nadig circuitje. En dan zie je ook dat Hamilton heel eventjes komt loeren omdat ik de racelijn niet meepak. Ga ik hier een beetje wijd. Is Norris een derde plek? Perez is een derde positie, een vierde positie kwijt. Die heeft hij af moeten staan aan Mercedes. Kwalificatie had hij wel een tweede positie. Toen Q2 niet en Q3 ook niet. En die heeft hij toen af moeten staan aan Mercedes. Maar ik denk dat Bottas en Perez beide een bochtje hebben gemaakt. Of McLaren die is echt op het moment heel goed weg. En Norris is dit seizoen ook goed weg. Die is gefinished toen straks, voor jullie een paar dagen eerder. Die is gefinished, als ik op vijfde plek. Die rijdt gewoon enorm goed, vijfde plek, als het goed is. Die rijdt gewoon enorm goed. Ook op Spanje reed hij volgens mij wel redelijk, ik weet niet meer zeker. Ik heb de race wel gezien, maar ik ben het even kwijt. Ik onthoud dat soort dingen niet goed. Een 1.25 snelste ronde op het moment. Ja, kwalificatie had ik een 1.19.1. Dat houdt dus in dat we 6 seconden slomer zijn vergeleken met onze kwalificatie. En dat was wel, we hebben 1 pushrondje neergezet in de kwalificatie. Dat 3 rondjes op de 4 rondjes op de banden gereden. We waren eigenlijk zijn tweede rondje pushen. Maakte daar een foutje. Konden gelijk onze snelste ronde afbreken in de kwalificatie. Nou ja, hè? Dat heb je ook wel eens na een paar sector. En dan zie je ook dat we heel veel serieus bekijken. Lando Norris is in Q3 gecrashed. En dat hij alsnog een derde positie beet heeft. Start de vijfde als het goed is. Bij deze race. En dan pak ik hem hier een beetje wijd. Ja, vorige race hebben we natuurlijk een nieuw iets geïntroduceerd. Namelijk niet restarten. Hier probeert Lewis het hoor. Hier probeert Hamilton het. Echt tot de max gaat hij. En daardoor scheelt dat ons ook wat tiendes, wat duizendstes, weet ik veel wat allemaal. Maar een groene sector, een verbetering qua tijd, maar niet de snelste. Die hebben we waarschijnlijk ook nog steeds. Maar ja, daar zie je wel dat een Lando Norris op 1,8 seconden wel een stuk dichterbij kwam. En komt. En we rijden weer een sneller rondje in 1.23.2. We hebben sneller gereden. Natuurlijk zijn de banden ook al wat ouder, rond de 20%. Achterbandjes rond de 15%. En dan gaan we hier heel wijd. En we raken niks. We raken alleen 10 posities kwijt. En niet een paar. En een 18e positie. We hebben ons enorm gesaved. Maar dit gaat een van eerste naar bijna laatste, jongens. We doen het elke race weer. We dachten we kunnen gewoon rustig wegrijden. Maar nee. Bandjes voel ik wel helemaal naar de knoppen. En dit is heel dom voor mij. Ja, het is. Nogmaals, we hebben gezien dat
Goh, we zijn er voorbij. 17e positie. We hebben gezien dat Theo heel graag de racelijn wil volgen. Ook vorige race. Kan er niet altijd wat aan doen. Ik zat hier een beetje aan de binnenkant. Een beetje op het late moment. Mijn mening zat ik er wel eerlijk. En zat ik er wel gewoon... ja, volgens hoe het hoorde. Laat weten in de comments mocht dat niet zo zijn. Maar... En ik merk dat het sturen heel ruk gaat. De banden zijn echt naar de knoppen. Ik kan er echt heel vrij weinig mee. Zie je, bochten gaan niet meer zo lekker. Ik heb geen schade op mijn voorvleugel, maar ik moet naar binnen. En dat houdt in dat wij de mediums een stuk langer moeten gaan gebruiken. We zouden officieel 3 rondes later pas de pit in gaan. Maar ja, we moeten nu... De banden zijn echt... Ze hebben geen grip. Ik voel geen grip. Ik voel het niet. En het houdt in een 20e positie voor mij. En hoe teleurstellend dat ook is, voorvleugel moest vervangen worden. Er zat toch iets van schade in. Gaf die niet aan op mijn dashcam, op mijn bord. Maar ja, met de snelste ronde 20e kom je alsnog nergens. Staan nu een pitstop voor. Dat wel, hebben vrije lucht kunnen hard pushen. En op de duur, en dan denk ik over 2-3 rondjes, zijn... En we beginnen weer. Nu hebben we het gras bespaard. Richtelijk gecorrigeerd. Gelijk weer doorgekund. Werd een lichte vlag afgegeven van geel. En dit scheelt weer tijd. En dat houdt in dat de 19e positie op het moment een vrije pitstop op mij heeft. Bijna. Op 3 seconden na. En dat is Mazepin, jongens. Dat is... ja, we moeten er nog heel wat op goed rijden. Maar het is geen fijne positie op het moment. Zeker niet als we op het moment... 2e keer dat we in die bocht fout gaan. En dat is dus echt enorm zonde. En dat gaat waarschijnlijk de nek omdraaien. We moeten gewoon wat voorzichtiger zijn. We rijden al wat tijd goed. Zitten in die vrije lucht. Hun zitten daar in een klein treintje op het moment. De 3 daar zo. Dus dan heb ik het over de 19, 17 en 18e positie. Zitten in een klein treintje. En ja, zo kan Spanje alsnog een heel klote circuit zijn. Hier gaan we door... Dus ik ken heel breed. Heel breed. Maar ja, dan komen we wel weer uit. Op het lange stuk zien we Mazepin 1 seconde ingehaald. In een rondje tijd. 3 rode sectoren. Houdt in. Oh, we verbeteren onszelf niet. En het is nu afwachten wat het gaat doen. Rechte stuk verbeteren onszelf amper. En we zouden echt moeten wachten tot de pitstop. Maar we zien dat enorm veel mensen van het veld achter op de mediums gekwalificeerd zijn. En voor op de softs. En de softs die gaan dus... Ja, die rijden gewoon iets anders. Paarse sector 1 zien we dan hier ook. Voor Verstappen. Ik. Dat klinkt mooi. Maar is dat ook zo? Dat is een beetje mijn vraag altijd. Is dat wel zo, een mooie paarse sector? Want... Hij heeft het niet verkloot in de bocht waar hij het eerder verkloot heeft. Het heeft zijn banden wel een heel klein beetje schade aangedaan. Maar we rijden nog. En we rijden nu erop af. Dat zien we ook. Groene sector 2. Verbetering van tijd. Geen snelste sector. We moeten hier zo dan hard op de rem. Pak je een klein beetje veel curb, maar we pakken de bocht. We moeten er voorzichtig mee zijn, jongens. Bandjes enorm heet. 99 graden voorband, 96. En de rechterkant is eigenlijk wel gewoon goed. Rijden de snelste ronde. Een 1.23.0. En dat houdt in dat wij volle bak kunnen pushen. Gaan hier weer heel wat wijd. Ja, het is een beetje een eenzame race van achter. Het liefst had ik die van voren gehad. Maar dan zie je ook. Je ziet dat Hamilton op het moment de enigste is. Die echt wegrijdt van het veld. En daartussen zit er nog een gat bij Alonso en Latifi. Maar ja, dan is de vraag. Hey, Hamilton rijdt gewoon weg. Is de eerste positie nog mogelijk? Op het moment staat Perez 2 dit kampioenschap en 3e op de baan. Met 2 punten achter op mij. Verstappen. Dus zou ik punten
nog eerste willen blijven, dan zou ik niet achter Perez moeten eindigen. Zie je dat de eerste man op de medium zit rond je zesde pit in gaan. Wat een beetje apart is, want je zou in principe nog langer door moeten kunnen pakken. De curb enorm. De eerste mannen zijn de pit alweer uit. En dat houdt in dat die spin voor mij enorm veel tijd gekost heeft. De tijd zal denk ik nog niet helemaal kloppen. Alhoewel... We rijden gewoon enorm slecht. En dat is zo zonde om een eerste positie naar een 20e te gooien. Je had kunnen zeggen, ja, stap, blijf op die 18e positie, blijf rushen. Maar ik had geen grip meer in mijn softs. En of ik had nu de pit ingegaan, of ik had wel grip kunnen hebben op de mediums. Moeten we twee rondjes. Underbody damage. Dat is een beetje waarvan we denken, nou dat moeten we niet hebben. Toch hebben we het. Zien we dat Perez alweer naar binnen gaat voor zijn stop. En dat geeft hem ook heel wat posities. Heel veel mensen gaan de pitstop in. En dan zie je echt wel dat er een paar zijn maar. Die door blijven gaan. En dan zie je dat ik wel tijd goed maak. Maar niet voldoende. Gaan wij hier zo door de chicane. Zie je dat iedereen alweer buiten is die de pitstop gemaakt heeft. Zien we dat we nog 37 van Alonso afzitten. Dat klopt niet helemaal. Volgens mij. Nee, 18. 17. En dan denk je eigenlijk wel dat deze race ten einde is. Weggegooid. Maar we weten het toch niet. We hebben in 4 rondjes tijd zo'n 20 seconden goed gereden. Nou, 15, excuus. Dus wie weet dat we nu gewoon wel weer een mooie tijd kunnen klaarzetten. Dat we nu gewoon weer rustig ons dingetje kunnen doen. Rijden we wel een rode sector 1. Rijden ook minder tijd in dan dat we deden. Oh, excuus. We rijden wel weer een groene sector. Pakken de baan nu wel een stuk netjeser. Eerste gekwalificeerd en dan gooien we het weg. In het afvalputje geflikkerd. Naar 20ste. En je ziet dat er wel gaten in het veld beginnen te ontstaan. En aan de ene kant is dat negatief en aan de andere kant positief. Maar je ziet dat we heel veel kunnen doen en dat we nog een safety car gehad hebben. En dat we daar nog enorm veel uit kunnen halen. We gaan hier dan ingaand rondje 9. Als we de melding krijgen, ook al uit de sessie. En we vragen ons één ding af. Waar is dat gebeurd? Sector 2, dat is wel duidelijk. Als het goed is. Volgende turn ligt ook al met een DNF. En het kan een safety car worden. Gele vlag, paarse sector 1. Zijn de tijd weer kwijt aan de gele vlag. Gooi je RS open. Gaan hier aardig wijd. Krijgen we onze eerste track limit of the day. Gaan hier over de curb heen. Dat minder prettig is voor de band. Maar we leven ermee. 38.000. Dat is het verschil. En of we nog een puntenrace kunnen maken. Dat hangt af van de aankomende 10, 15 rondes. Of wij goed weg kunnen zijn. Of wij nog in de buurt kunnen komen van de mannen.
En als het goed is, zien we hier ook dat heel veel mannen nog een pitstop moeten maken waarschijnlijk. Nou, waarschijnlijk. Volgens mij moet nog een deel van het veld. Volgens mij nog 4 man. Ik ben een beetje geconcentreerd, jongens. Ik wil ook een beetje goed rijden. En hier gaat het weer bijna fout. Ik merk dat de mediums niet heel erg mee zitten vandaag. De softs naar het spinnen had ik helemaal geen grip. Mediums iets meer. Maar ik denk dat ik toch op de soft veel, maar ook veel beter uit de voeten ben. Dan normaal. En dat de mediums voor mij, ja, we maken veel tijd goed. Maar het had meer kunnen zijn. Zo sta ik erin. En we hadden eigenlijk zo ook een 1-stop kunnen doen naar de hards, hè. Dat is eigenlijk, we moeten meer onze eigen beslissing trekken in plaats van dat het team het doet. Aan de ene kant het team moet het doen. Aan de andere kant, we hadden gewoon 30 seconden kunnen besparen. Hadden we op het laatst misschien nog wat tijd moeten vrijmaken, maar... En dit is er ook allemaal bij. Ik restart de sessie niet, jongens. Dat deden we bij het vorige seizoen wel. En nu doe ik het niet. Want we rijden alweer op 5 seconden. Van de vrienden Mazepin. Ga ik hier heel wijd. Ik wacht even hier. Jongens, ik wil mijn excuses aanbieden. En ik wil even melden. Dat ik niet meer naar mijn aan mijn scherm ga kijken. Het kost even, jongens. Het kost even. Maar daardoor vind ik wel. Omdat ik naar mijn opnames keek. Omdat ik dat graag voltooid wil hebben. Dat ik hier zo mag resetten. Eenmalig. Als ik schade had, jongens, ben ik eerlijk met jullie, had ik gewoon de pitstraat ingegaan. Maar dit was een beetje... einde race. Ja, in principe wordt het erbij. Ja. Maar... als je nu naar mijn opnameschermpje kijkt, kijk als ik echt een fout maak... Of course, sure mee eens. Geen track limit. Apart. Zitten we op 3,4 seconden. Van Mazepin. En dan sluiten we weer aan. Richting de tijd. We hebben al 27 seconden goed gereden. En vergooid. Bijna de grindbak. Bijna schade. En dat houdt in weer een pitstop waarschijnlijk. Jongens, ik ben zo slecht op dit circuit. En de auto die heeft ook een beetje... De auto heeft ook een beetje problemen. En we zijn de grip... matig kwijt. Ik denk dat ik heel even moet aankijken hoe we dit gaan doen. Jongens, ik pak die bocht al 3 keer helemaal kloten. Ik krijg mijn waarschuwing. Volgende is, als het goed is, een time penalty. En nu zal het even opletten worden. Want ik gooi alles weg wat ik weg kan gooien. En ja... Dat hoort soms ook bij de race. Maar. Dit is zo zonde. Alles in het putje geflikkerd. We waren zo goed bezig, jongens. In het begin. De eerste 4 rondes. Of 3 zelfs. Ik weet het niet meer. Ik weet wel dat dit echt... Deze bocht is mijn grootste vijand. Rondje 13. Rondje 13. En we zitten al op 32% van de banden.
Ja, het zal me echt de vraag worden of wij gaan uitrijden op deze banden. En de volgende compound natuurlijk. Twee compounds gebruiken we deze race. Maar ik ben bang dat het eventueel ook nog naar de 3 gaat. Het valt me mee dat we... het valt me erg mee dat we nog tijd goed rijden sinds de spin op meespin. Natuurlijk is hij niet een van de beste coureurs. Maar hij rijdt wel gewoon, zeg maar. En dat is wel gewoon iets waarvan ik denk, nou... Wat mooi. We rijden nog tijd goed. Ik merk dat de banden sinds de spin weer... op dezelfde plek, derde keer. En er gaat nog steeds geen knopje om. De banden zijn heet. Enorm heet. Maar ik merk dat ze dat wel aankunnen. Ik merk dat ik gewoon goed rij. Linker voorband. Ja. Heeft een beetje pedicure. Een beetje warm. Een beetje veel procenten. Maar, ik wil even zeggen... Dat het mij enorm verbaast. Dat wij in 3 keer spinnen geen schade hebben. Alleen banden die wat minder rijden. En geen schade op de frontwing. Ja, schade op de frontwing hebben we gehad. En de underbody natuurlijk. Maar we hebben niks aangeraakt in die spin. En je ziet nu ook dat we op de rechtere stukken... meeste spin alweer in het vizier krijgen. Dit is hoe we 2 rondjes voor de spin ook zaten. 2 rondjes geleden. 2 à 3. En daar zitten we nu weer. We rijden een mooi portie dichterbij. Gaan wat later op de rem. Dan dat eigenlijk de bedoeling is. Maar dan zie je ook weer. 15e. Sluiten we aan tot 2,1 seconde. 1,9 al. Geen DRS. Dat was de bedoeling. Maar meestal gaat de pit in. Dus dat was sowieso... geen optie voor DRS mogelijk. En dan zie je heel veel mannen gaan nog de pit in. Hadden nog een pitstop staan. En dat geeft ons wel gewoon weer 2 posities. Ja, 2. Nee, 4. 3. 3. Ook om was zo uit de sessie. Dat geeft ons 3 posities. En dat is toch wel een beetje positief. We komen bij Vettel. Rijden uit het niets. Weer een paarse sector. Uit het niets. Banden zijn 40%. 12 rondjes oud. Maar een paarse sector, daar zijn we niet te oud voor. Iedereen gaat over naar de hards. En dat houdt in dat hun geen stop meer gaan maken. Dat houdt in dat ik 3 seconden tijdstraf heb. Plus nog een extra stop moet maken. Plus. Hun hebben nieuwere banden. Plus. Ja, ik moet eigenlijk iets op hun vrije pitstop gaan krijgen. Dus ik heb eigenlijk in mijn hoofd sowieso al zitten. Het is einde race. Ik zit hier tussen iedereen met een 1 stop. En ik heb een 2. Ja. In principe zou ik op den duur wel weer krijgen. Ik denk dat ik bij ingaan rondje 20 of 22 ongeveer de pit in zou gaan. En dan ga ik het proberen op nieuwe compound. Die we ook al gebruikt hebben aan het begin van de race. De softs, niet de... En dan gaan we weer voorbij. Een 13e positie. Dat is positief. Geen zorgen om de banden maken. Gaat ik hier over de curb. Laat ik mijn gas los. Vliegen we hier op Lance Stroll af. En daarvoor nog 2 auto's. Pakken de curb iets te ver. Met een split second op het gras. En aangesloten bij dit groepje. De DRS kan gebruikt worden op een 60%. Pakken de lijn hier net iets anders. We hebben een DRS, maar dat geldt ook voor Lance Stroll. Dat geldt ook voor Vettel. En dit was heel wijd. En dat geeft geen positie. We zitten wel op een zachtere compact. Maar hun zit op nieuwe banden, ik niet. En dat is het probleem. ...1,6 seconden slomer.
dan dat we voorheen waren. Vliegen we hier op Stroll af. Met ERS open. En hier is zijn buitenkantje. Moet heel laat inremmen. Maar hebben wel de positie. Vliegen hier dan ook weer vanaf de andere lijn. Totaal andere lijn. Op Vettel af. En zitten daar nu ook heel dicht achter. En daarvoor Yuki Tsunoda in de punten. In de punten. En dit is zo zonde. En hier gooi ik mijn hele race weg. Compleet de vuilnisbak in. Safety car kan het nog redden. Zeg dat ze op. Ze willen me op de hard. Voor. Om precies te zijn. 16 rondes. En dan zagen we de punten en die vergooien we weer. En het is vorige race ook al geweest. En dat houdt in Sergio in de pits. Ja, we kunnen de bocht niet meer maken. En dan gaan we de pit in. Op een nieuw setje mediums. Perez geen voorvleugel moeten vervangen. Ik wel. En we zien 3 seconden tijdstraf. En we komen nog achter Mazepin. Ook waarschijnlijk. Of net niet. Jawel. Nee, net niet. Dus net geen laatste positie. En we kunnen crossen waar iedereen is. Bij de safety car namelijk. Nieuw versje banden. Dus we kunnen nog gaan kijken. Ja, ik wil kijken voor... voor 16 rondes ga ik niet op de softs. Dus laat ik snelste race ronde maar zitten, denk. Tenzij we hem natuurlijk op de mediums nog kunnen gaan uitproberen. Dat zou helemaal top zijn. Ik snap niet waarom ze me voor 16 rondjes op de hards zouden gaan zetten, jongens. Maar dat te vergeefs. Wij hebben gekozen voor de mediums. Gaan weer een beetje wijd. Rijden aardig hard weg van een Mazepin. 3 seconden rijden een paarse sector. Gaan wat voorzichtiger met onze banden doen. Want het is en blijft een safety car. En we hopen dat hij niet naar binnen gaat. Wat wel eens vaker in de game gebeurt. We hopen niet dat hij naar binnen gaat zonder dat wij aangesloten zijn. Je ziet nu dat er al aardige groep achter zit. Ricciardo sluit nu aan. En dan zie je nu dat wij ook zo over een half rondje aangesloten zijn. Over een kwart rondje, half rondje. Kiezen dan niet voor de curb. Wat fijn. Maar hoe wij daar 3 keer hebben kunnen crashen. Nou, crashen niet echt. Spinnen. Hoe wij daar 3 keer hebben kunnen spinnen. En we zijn aangesloten bij de safety car. En dat houdt in. Dat ik nog geen 5 seconden. Van de nummer 1 af zit. Lewis Hamilton. En van Perez. Die op een andere positie staat op het moment. Volgens mij een 9e positie. In verband met zijn pitstop. En er is nog een kans. De tijd is gereset. We zitten op hele, hele verse banden. Niet de zachtste compound. Maar wel de zachtste van het achterveld.
En groene vlag, we kunnen weer beginnen. Van stapel met de hooivork. En dat zie je gelijk een mezenpin in mijn nek op 2/10 afstand. Kan niet de aanval doen, loopt alleen maar uit. We zien hier gelijk dat wij richting Latifi lopen. Lopen hier heel dicht op Latifi. En hebben de positie. Een 17e positie. Mooie inhaalactie. Netjes. Kunnen we afvliegen op Schumacher. Pak hier de bocht heel recht. Recht. En remmen hem hier dan uit. Hij zat nog aan mijn binnenkantje trouwens. Voor ons Kimi Raikkonen, Giovinazzi. Dat zijn de volgende twee waar wij voor gaan battelen. De volgende twee posities in ieder geval. 16e positie, Hamilton. En er gaat gewoon een rijde pit nog in. Die heeft het niet gedaan. Dat geeft ons nu een 13e positie. 4 posities op dit gebied gewonnen. Weer een 3 seconden in verband verwijt gaan, jongens. Dit is niet mijn favoriete baan. Moet hier nog even uitwijken voor Giovinazzi. Zit aan mijn binnenkant. Raikkonen, excuus. En dan zie je die 6 seconden tijdstraf. Dat geeft ons nog geen goede posities weer. Maar we weten dat onze voorvleugel heel veel waard is. Meer dan die 11e positie. Met ons gezicht de punten in. Ik snij hem hier zo laat uit. Aan mijn binnenkantje zit hij. Remt af. Wordt bijna ingehaald door zijn eigen teammate. Raikkonen. En hij wordt ingehaald door zijn eigen teammate. Wiel aan wiel gaan zij de bocht in. Die eigenlijk niet te doen is. Gaan wij af op de positie in de punten. En toen we dat net ook deden. Ging dat enorm veel fout. DRS enabled. Gaat nog iemand de pit in? En dat geeft ons een 10e positie. Moet hier op de rem voor Russell. Russell probeert binnen een keertje te verdedigen. Maar toen zat ik daar al. En dat geeft ons een 9e positie op het moment. En Russell een 10e. Kunnen afvliegen op de rest van het veld. Ricciardo en Gasly zijn de volgende twee die we hebben. Daarvoor zit een Ferrari. Volgens mij. Ik heb geen idee. Volgens mij Carlos Sainz. Volgens mij. Wat ik even in een opslag zag. En daarvoor zit nog iemand. Ik heb geen idee wie. Kon ik niet zien, jongens. Daarvoor zit Lance Stroll. Gaan heel erg wijd. Kost tijd. Kost tijd. En dan zie je gelijk dat wij een Russell hebben die daarvan een beetje mee gaat kijken. Je ziet dat die zachtere compound die ik heb, die nieuwere compound ook nog eens. 4-5 rondjes nieuwer. Echt zijn voordelen uitoefent, gaan hier nog een beetje fout de Gigan in. Maar dan is het hier zo, opkomend stuk. Geen DRS. Ze willen mijn rondje 27 op de softs hebben. En ik heb het volgens mij per ongeluk geaccepteerd. Maar we gaan dat dus mooi niet doen. We gaan niet met de 6 seconden tijdstraf die snelste ronde proberen te pakken. Terwijl we net in de punt. We gaan niet de 4e pitstop maken, jongens. Dat is niet de bedoeling. Ik heb gewoon goede grip. Ik heb gewoon goede grip op het moment op mijn banden zitten. En dan kom ik hier zo. Ja, hun zitten allemaal in een treintje. Heel sloom. Kom ik hier zo aan de betere zijde.
weten dat ik hier niet heel veel kan. En daar hoor ik iets. Komend rechte stuk. Betere exit dan Ricciardo. Maar weten dat ik er niet bij vier man na kan zitten. En ik raak hem. Ik heb nu... Zo jongens, ik maakte een foutje. Mijn excuses. Qua geluid. Moest ik even fixen. Moest ik even fixen. Hebben schade op de voorvleugel, dat merken we. DRS niet voor ons, we gaan heel wijd. Ricciardo achter ons. Oudere banden. We weten eigenlijk dat er geen kans meer is. En we proberen het toch. En dit is enorm fout. Jongens, dit is gewoon mijn fout. Ik stop. Ik neem mijn ontslag. Zo. Hè? Ik kan er, jongens, ik kan er eens niet meer lezen. Ik ben er compleet klaar mee. Ik heb het opgegeven. Oh, praat er nog een safety karretje komt. Omdat er iemand de muur in crasht. Oh, jongens. Verschrikkelijk. En dan zie ik opeens weer alle hoop voor me verdwijnen. Ik ging hier één rondje geleden heel erg verkeerd de bocht in. En dat was ook niet mijn bedoeling om zo de bocht in te gaan. Maar ja, dat levert toch weer schade op. Een man in nauwe posities doet dingen die hij niet wil doen. En hier soort gras in. En dat kost weer heel veel tijd. En het achterveld sluit nu ook aan. Betere exit. En ja, in principe is het gewoon echt einde oefening voor mij. Hopen een tiende positie te pakken. Maar dat ziet er ook heel nauw uit. Met voorvleugelschade kunnen we niks meer op het moment. Het enige wat we op het moment kunnen doen. Ja, en daar zie je het al. Box, box, box this lap. En wij gaan geen keus op de nieuwe softs. En komen als 19e terug. Laatste. Russell heeft wat problemen met zijn auto. Gaat slow, maakt nog steeds tijd op mijn winst. Niet meer zie ik. Nu maak ik wel tijd op een winst. Pak hier het paaltje, ja. Je kan niet enorm. Kan ik hier die bocht heel moeilijk nemen. En dat geeft iedereen een gratis positie. Nieuwe voorvleugel door een fout van mij. De zachtste compound die er is. En dan zie je, ik zit in de pit. Hamilton gaat voorbij. Heeft ook een pit gemaakt. Een extra volgens mij. In principe, einde race. 4, 5, 6, 7 rondes op de teller. Op een zachte compound. Valtteri Bottas is uit de sessie. En dat is toch echt wel... Ja, positief wil ik het niet noemen. Maar een Lando Norris op de eerste plek. Nou, dat is wel eigenlijk een beetje hier in de muur. Negatief. Hij heeft hem uitgezet. Jongens, ik rij zo lekker op de softs nu. Het rijdt meteen al lekkerder.
dan de medium of the hard. Volgens mij maken we al heel wat tijd goed. Gaat het natuurlijk nooit binnen de punten komen. Weten we trouwens niet. We kunnen ons best doen. We verknallen het weer. En dat deden we vorige race ook. Rijden wel wat tijd goed. Maar in de punten... Dat weet ik niet. Snelste ronde gaat hem waarschijnlijk nog wel worden. Niet dit rondje, kan ik je vertellen. We staan nog 22 seconden in het rood. Maar dat komt door de pitstop. Rijden nu ingaand rondje 27 met nog 6 rondes op de klok. Gaat het werken? Gaat het werken? Dat is nu een beetje de vraag. Niemand gaat meer naar binnen. Dus het wordt vechten om een positie. En een Red Bull achter een Haas. Ik heb het compleet vergooid deze race. En eventueel nog de kart had ik gewoon beter stil kunnen zetten. Rijden een paarse sector 1. We kunnen het gewoon doen om die snelste sector af te pakken. Van een Hamilton. Die volgens mij ook op het moment buiten de punten rijdt. Maar ik weet niet of hij nog in de punten gaat rijden. En dit was een foutje. Twee paarse sectoren. En het houdt in tijdwinst. Hamilton rijdt op het moment de snelste ronde. Wordt zo afgepakt waarschijnlijk door mij. Onbekend nog. Laat ik naar beneden, mocht je dat toch niet gedaan hebben, jongens. En daar gaan wij. We gaan opkomen het rechte stuk. 1.18, 1.20, 1.21 en 1.3 seconden sneller. Mooi. We vliegen enorm erg af. We vliegen er enorm veel op af. Maar ja, hè, het is einde race met nog 5 rondes op de klok. We maken niet genoeg tijdwinst per rondje. We hebben niet voldoende rondes om überhaupt... buiten de DNF's te eindigen. Om simpel te zeggen. We zijn gefinished. Op een 18e plaats. Tenzij er nog iets magisch gebeurt natuurlijk. Een Lewis Hamilton uit de sessie. Dat zou ik wel kunnen accepteren. En Lando Norris op het moment eerste. Eerder dan de Red Bulls uit. Dat zouden we nog kunnen accepteren. En Ricciardo volgens mij op een derde plek in het wereldkampioenschap. Een derde plek voor Ricciardo op het wereldkampioenschap. Een eerste en tweede op het moment nog voor Verstappen en Perez. Waar Perez natuurlijk nu de overhand gaat nemen. Maar ja. Zien we op de lange stukken alweer. Het mooie autootje van Haas. Ze willen geen andere pitstop maken als ze naar mijn banden kijken. Dat hoeft ook niet, kan ik je vertellen. Dus je hoeft ook niet naar mijn banden te kijken. Kunnen de bochten veel scherper pakken. En daarmee ook veel meer speed overhouden. Weer in 3 seconden. En nu is het echt einde race. Ik druk mijn stuur per ongeluk verkeerd. Hè? Heb je. Dat heb je. En nu is het einde race. En kunnen we net zo goed meespin gaan sparen. Want het wordt hem niet meer. Daniel Ricciardo uit de sessie. En een safety car. Lewis uit de sessie. En dit houdt eigenlijk in principe in. En Hamilton komen we hier zo tegen.
Een virtual safety card moment toch, jongens? Een virtual... Nee, een safety car wordt het. Een safety car. En hier zie je dat ik weer... Ik stop. Jongens, ik zit weer in mijn gedachten heel ergens anders. Ik zit... Letterlijk, jongens. Ik kijk met regelmaat naar mijn opname. Loopt die goed? Loopt die niet vast? En in principe vergeet ik dat hier. Oh. In principe vergeet ik dat hier. Ik keek letterlijk weer naar mijn opname. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too... Dit is echt heel zonde van mij. En dan kan iedereen zeggen, ja Stan, dan moet je maar gewoon in principe heel simpel je race die starten en opnieuw opnemen. Maar ja, ik race één keer. En als ik dit resultaat een keer race. Vorige race hebben we het nog goed kunnen maken. We rijden niet altijd perfect. Dus de safety car staat te wachten en het houdt in Lando Norris, Sergio Perez en Yuki Tsunoda. Allemaal eerder in de race, in de top 3. En het gaat nog twee rondjes misschien race worden, maar met een 9 seconden tijdstraf ga ik daar niks tegen op kunnen wassen. Helaas, en dat houdt dus in een 15e positie. We kunnen misschien meespin of we kunnen nog inhalen, maar 9 seconden uitrijden in 2 rondjes. Vertel me veel, maar vertel me niet dat dat iets is wat mogelijk is. We gaan hier nog wijd, jongens. Ik heb het gezien. We rijden hier enorm hard af op meespin, maar we kunnen op het moment puur niks dan alleen wachten en toekijken. We waren heel dicht bij meespin. En we hebben wel de snelste ronde afgepakt, maar in principe hebben we... Waarom gaat deze spin zo sloom? Hallo, wat doet hij? Behoud je snelheid. Ja, maar dan moet je toch gewoon naar... Het is een glitch. We zijn nog niet allemaal aangesloten en hij gaat naar binnen. En nu is dit zo 100% afgelopen race, want als ik hier voorbij ga... Precies. Jongens, dit... Jongens, we komen 100% uw laatste terecht. We kunnen niks. We kunnen niks. Dit is zo'n enorme glitch. In deze game. Oké. Oh. En dit, ja. We zijn niet eens allemaal aangesloten en... Normaal zou je zeg maar, er wordt, hou je snelheid, dus meespin gaat rijden zoals de voorste rijdt, zo hard die daar kan. En daar kan die niet heel hard, want daar gaan ze restart of course, maar in het echt zou je dus een beetje je zoveel mogelijk tijd toch in proberen te maken, snap je? Wil het binnenkantje verdedigen? Lukt hem niet. Hij wil gewoon de racelijn volgen en daardoor breukt hij nu ook in binnenkantje. Hij wilt de racelijn volgen als bot. En dat vind ik dus het zonde, jongens, in 2021. Het is zo slecht afgesteld met die bots. Maar ja, hè, we hebben geen punten. Het is einde. Ja, het is gewoon een glitch. We waren nog niet aangesloten. Safety car gaat naar binnen. Meespin rijdt zoals de mensen van de restart rijden. Zo hard hij daar kan. Waardoor hij niet gaat aansluiten bij de rest van het team. Waardoor je in principe gewoon eigenlijk je afstand nog steeds behoudt die je had. Geen voordelen met de safety car. Dus in principe is er helemaal niks veranderd. Alleen hebben we gewoon in plaats van 4 rondjes maar 2 rondjes om te rijden. Dus geniet ervan. Ja, er is echt niks veranderd. Dus ik dacht ik kan misschien nog heel dicht komen. Maar zoals je ziet, 3 seconden, 5 seconden. Ik moet gewoon nog battelen.
Ik moet gewoon nog in vrije lucht gaan rijden naar de safety car om erop af te komen. Een 14e positie neem ik voldoende mee. En rijden we misschien nog eventjes weg in de laatste ronde van Mazepin. Zou mooi zijn dat hij glitchte. Maar dat zou geen 9 seconden zijn. We hebben genoeg ERS om die nu open te gooien. En die time penalties en het spinnen was gewoon een domme fout van mij. Ik ging hier zeg maar al in met het gevoel, hey, ik vind deze baan niet heel erg leuk. Maar ja. Ik denk dat ik dat beter gewoon niet had kunnen doen. Ik denk eerlijk gezegd dat als ik gewoon in was gegaan, hey, we gaan gewoon een leuk potje racen. En we zien wel wat er gebeurt en de baan maakt niet uit. Ik vind Spanje niet een hele favoriete baan. Ik heb hem iets te vaak gereden. Waardoor ik er nu een beetje, ja, iets te vaak gereden. Ik heb hem een paar keer gereden en daar vond ik hem niet leuk. En daardoor, ja. In principe denk ik dat we dat niet hadden moeten zeggen in het begin. En dat we nu daardoor gestraft worden. Van eerste naar 14e. En met een time penalty naar 15e. Het is, niet anders. Met de time penalty naar 15e. En het is een 1... 2, 15. De afgelopen 3 rondjes gereden, jongens. Heel zonde. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Coureur van de dag, Yuki Tsunoda. Netjes gedaan, derde positie. Perez 2 en Lando 1. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet zeker niet even een duimpje omhoog te doen of te reageren. En de belletje aan te zetten. En dan zeg ik iedereen tot de volgende race. Later.